Hey guys and girls, what's up? Ik loop hier ook bij part 15 van de Minecraft multiplayer Let's Play. 14 of 5? Nee, het is 15. 15 sowieso. Even kijken, parkour. Ja, hier kom je dus op, maar ja, je ziet dat er een ladder zit. Ik heb geen zin om naar boven te gaan. Anyway, ik heb parkour heb ik al eens gehaald. Dus als het goed is, kan ik nu gewoon vuurwerk bovenin halen. Dat is namelijk wat je krijgt als je de hele parkour ding gehaald hebt. Dan weet u dat ook weer. Spoiler alert! Te laat. Dus ja, hier kun je sowieso niet door. Dat zie je. Blablabla. Even kijken. Jump parkour, climb to the top. Parkour created by X-Legend Rosa 330. Hey. And plugin by Fuzzybot. Ja, hier. Free fireworks at the top. Nou, dat heb ik dus. Dus ik kan... Even kijken, hoe zet je ook weer iets? Ja, zo. Hier, ik ben boven. En het komt... Ah, oh, shit. Ja, er komt dus, omdat ik dit al een keer heb gehaald, heb ik mijn checkpoints heb ik bovenin gezet. Helemaal bovenin, met alle drie de zwaarden natuurlijk voor de zekerheid. En als ik nu rechtermuisknop doe met één van de zwaarden, ben ik hier. En wat ik hier kan doen is save your spot up here. Dus ze zeggen ook tegen je van zet je punt hier neer, je checkpoint. Dan kun je altijd terug. You win, congrats, blah, blah. Free fireworks kit. Nou, volgens mij hou je dit niet als je naar andere dingen gaat. Je kan hier bijvoorbeeld niet mee in de PvP arena lopen, denk ik. Kan ik wel even kijken. En hoe het eruit ziet is ongeveer zo. Je ziet ook hoe hoog dat is, vreselijk. Wee! Het ziet er best wel mooi uit. Voor Minecraft. Het is niet al te slecht. Best wel gaaf. Oh mijn god, het is een creeperhead. Het is altijd een creeper, hè? Oh! Snap, die zijn gaaf. Die zijn echt fucking gaaf. Wat doet dit? Oh! Fuck me! Check dat! Oh mijn god! Dat is zo gaaf. Oké, in deze gaan kijken of ik hem mee kan nemen. Dat kan volgens mij trouwens... Ja, zie, ik heb hem al niet meer. Maar je kunt het ook maar één keer in de... Wat, 24 uur doen volgens mij? Kun je vuurwerk halen? PvP Arena. Da-da-da-da-da-da. Ik heb een tweet uit de. Ik heb een tweet de deur uitgestuurd waarin ik zei dat ik op de server zou zijn. Dus ik weet niet of de mensen zijn, maar daar komen we vanzelf wel achter. Anyway, ik pak meteen dit en ik ga meteen naar Arena. En fuck dit. Zou het druk zijn? Een beetje. Een beetje. Oh ja, dat is waar ook. Dit is nieuw. Ik dacht even, waarom zit hier lava onder? Maar ze hebben alles verlicht hier. Ik neem nu trouwens een keer op in 60 frames per seconde. Ik weet niet of je een verschil kunt merken. Ik dacht, laat ik het eens proberen. En waarom is hier... Ik ga hier even weg. Ik ga de andere kant op. Laat me alleen. Ja, ik hoop dat je verschil kan merken. Ik weet het niet. Maar ik heb soms een beetje een klein... Wat een klein? Oh mijn god, ik wou zeggen klein. En toen werd het een beetje Duits en toen kreeg ik klein. Een klein lag spikeje kan soms even tussendoor komen. Ik heb het niet altijd vaak gemerkt. En waarschijnlijk zul je het ook niet merken op de video. Maar goed, oké, hierboven zit iemand. Hierboven zit iemand. Bitch! Oh mijn god. Oh. Hij is zo hard geowned. Oh mijn god, hij had zelfs een enchanted zwaard. Twee zelfs. Wauw. Shit, hij had mij zo hard moeten ownen. Oh ja, dat is een goeie. Hoeveel geld heb ik eigenlijk? 466, dank u wel. Auw. Iemand zit er met schieten, fuck's sake. Oh shit, hi. Niet doen. Oh shit, dat is ook niet de beste plek. Spawn, snel. Snel, 5 seconden, schiet op. Hij komt. Nee! Nee! Dat is zo gay. Sorry, maar dat is gay. Fuck's sake.
Wat is dit? Auw! Oké. Had ik kunnen weten. Wil je bottle of enchanting? Oh, enchanting of wat dan ook. Zal ik hier wat van gebruiken? Ik weet het niet. Ik vind het zo zonde om altijd dingen te gebruiken. Oké, ik doe het. Helm. Boots. Ik heb geen leggings. Dat is een beetje shit. Wat ik dan kan... Ik heb 4 stacks. Waar de fuck krijgt die 4 stacks bottle enchanting vandaan? Die dingen kun je toch alleen maar krijgen door ze te kopen ofzo? Vorige week gratis. Fuck off. Fuck off. Oh mijn god. Wauw. What the fuck? Damn. Daarmee kun je gewoon lekker gear enchanten en zo. Yarno. Yarno. Yarno 0, 4 en 6. Dat is niet goed voor mijn stem. Oké, ja, dit deden we aan, dit deden we aan, dit deden we aan. En dan neem ik een redelijk goed zwaard mee. Zoiets als... Ik haat het dat je niet die kist meteen weer kan openen, vind ik vreselijk. Oh mijn god, hij geeft me leggings. Thank you. Oh shit, als ik nu fangs heb, dan gaat het naar Yarno. Take the pirate. Take Yarno 0416. Oké. Yarno gaat sneaky doen. Na na na. Sinds wanneer is dit hier? Long live gaming juice doorbel. Oh shit! Heb ik hem nu gewet? Oh my god, dat zwaard! Fucking hell. Sharpness, knockback, looting, fire aspect. You, sir, can kiss my swingers. Oh my god. Jezus. Stop it. Stop it. Ik ben je grootste fan. Thanks, bro. Heb ik pijlen gekregen? Serieus? Yarno 0416. Wat is dit? Oh shit, nog meer pijlen. Kut. Ik ga een zwaard voor je enchanten. Oh mijn god, what the fuck? Ik ga even PvP, jongen. Zometeen bestaat deze video uit alleen maar gepraat. Ik zal de echte belangrijke dingen zal ik even in de kist stoppen. Fire aspect. Oh, ik moet even die zwaarden moet ik meenemen. Ik neem deze wel mee. Nee, wacht. Ik neem deze mee. Nee, wacht. Ja, die moet ik bij me hebben. Deze boog gaat mee. Dit zwaard gaat mee. Die helm gaat daarin. Die 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 gaat daarin. Krijg ik ook experience als hij dit doet? Nee. Kut. Volgens mij niet. Dat zou gaaf zijn. Oh mijn god, 69 potsels of enchanting. Wauw. Shit. Thanks, bros. Echt super veel. Oké, let's go.
Ik heb alles. We gaan. Zometeen zitten er alleen maar goede gozers. Dan ben ik in één keer dood. Let op. Ik zeg het je. Jarno hoort bij mij. Dat vind ik... Oh. Blijf weg. Blijf weg. Rot op. Rot op. Oh, you got owned. Ik sla jullie allemaal, bitches. Oh! Oh, you guys are getting owned. Oh, dat vind ik wel sneu voor Jarno eigenlijk. Dat hij mij dan shit geeft en zelf gaat hij dan in brons en zo. Nee, ik ben dood, 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 ik ben dood. Kut! That's life. That's what all the people say. Of iets in die richting. Nou ja, het ging redelijk goed. Tot ik dood ging, zoals meestal. Fuck it, we gaan met leather. Met leather versla ik ze ook allemaal. I heb er 2-3 gedood met goede gear. Oh, wat is dit? Oeh, gevaarlijke plek om een mooi zwaard te geven. The piracy. Wacht, wie zei... Pick up op ook Call of King NL. Please slow down chat, you might get kicked for spam. Kom op, ik zei twee dingen. Zo erg is het toch ook weer niet? Oké, dit goede zwaard gaat in de kist, want er zijn best wel veel goede mensen online op het moment. Waarschijnlijk zijn er altijd goede mensen online, maar ik wil mijn spullen gewoon nog niet kwijt. Hey bitch, jij bent dood. Bitch, jij bent dood. Pak hem. Oh, snap. Oh, boys, rustig, rustig, rustig. Was het aan mij of lijkt hij? Lag het aan mij? Ik weet het niet. Hij liep zijwaarts, als een fucking krab. En hij sloeg me verrot. Sorry jongens, ik heb geen tijd om te praten. Ik moet super snel mensen killen, omdat het deze video nu op dit moment al 13,5 minuut lang is. Dit is niet de beste plek om te praten. Shit, hij is net vermoord door deze kerel. Ik ga revenge, revenge. Shit, ik word... Waarom is het altijd 2 tegen 1? Waarom is het altijd 2 tegen 1? Fuck deze server. Fuck Minecraft. En fuck je ze. Nee, oké. Okay. Minecraft is gaaf. De server is gaaf. De mensen zijn kut. Hoop jullie na. Mijn kist zit een soort van vol. Niet geven, hou het. Wat je ook doet, geef je spullen niet. Oké, okay? Ik heb zat. Moet je mijn kist zien. Te veel 466 dacht ik. Iets meer nu, waarschijnlijk 470. Oh shit, dit is Daniel. Jarno 0416. 470 of zo. La, na, 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 na. Shit, iedereen wordt meteen achter me vermoord. Waarom is dat? Kunnen we niet gewoon een beetje vrienden zijn? Kan ik hem erin nokken? Kan ik hem erin nokken? Kan ik hem erin nokken? Ja! Wee! Oh shit, je leeft nog. Auw. Shit. Ik dacht serieus dat hij dood ging. Anyway boys, volgens mij moet ik eten. Dus ik ga deze video lekker uploaden test eten. En ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar part... Bedankt jullie allemaal voor het kijken naar part 15. 60 frames per second. Doe ik normaal niet. Ik doe normaal 30. Kijken of er een verschil is. Hopelijk wel. Ik wil daar boven komen. Oep.
Als je het leuk vond, even een groen duimpje reactie achterlaten. En abonneer op mijn kanaal. Volg op Twitter, @fishbackwolf. En dan zie ik jullie morgen weer. En ik heb de hik. Anyway. Bedankt. En tot ziens.